Utrechtse stichting wil wiet als medicijn. En de grootste Phoenixwijk van Nederland is jarig. Goedenavond, maandag 4 december. Dit is U-nieuws. In de Utrechtse wijk Lombok is vandaag een social cannabis club geopend. Dat is een informatiepunt waar mensen terecht kunnen die meer willen weten over het medicinaal gebruiken van wietolie. Deze vloeibare cannabis is op dit moment nog illegaal, maar de stichting hoopt dat dat verandert. Geen wietplant, maar een muntplant. In deze social club mag geen wiet worden verkocht. Je kunt er alleen terecht voor advies over medicinaal gebruik van wietolie. Het is niet te vergelijken met een coffeeshop. Je wordt niet gebloot of gerookt. Mensen komen hier echt voor advies en in de hoop dat wietolie hun pijn of hun ziektebeeld kan verzachten. Op een jointje na, die buiten wordt gerookt, is er in de club geen cannabis te vinden. De wietolie kan alleen online besteld worden. Mensen die veel pijn hebben, kunnen er baat bij hebben. De mooiste momenten zijn natuurlijk als je te horen krijgt dat je bij hebt gedragen aan een palliatief traject van iemand die bijvoorbeeld kanker heeft en die enorm veel pijnbestrijding heeft ervaren bij het gebruik van de wietolie. Ja, als je de familie dan langskomt om je te bedanken voor hetgeen je gedaan hebt, ja, dan voel je je heel bevoorrecht. De bekende wietactivist Jan van Piekeren hoopt dat de social club een succes wordt. Hij wil graag af van het stereotype beeld van een wietgebruiker. Je merkt ook hoe groot het taboe is. Er is nog niemand die op vrijdagmiddag zegt van zo, nou ga ik lekker een potje schaken en een jointje roken. Het taboe, na 40 jaar. Het wordt gewoon hoogste tijd dat het zal niet meer onder de grond gaan. Maar nu moeten we gewoon met alles wat we weten, gebruik het. Geopend! En Utrecht wil graag een van de gemeenten worden waar legale wietteelt mogelijk is. Volgend jaar beslist het kabinet welke gemeenten mee mogen doen met een proef. Rond de kerst is het altijd een vertrouwd gezicht in het Utrechtse winkelcentrum Hoogkatrijnen. De kookpot waarmee het Leger des Heils geld inzamelt voor minder bedeelden. Maar deze pot mag er dit jaar niet meer staan. Tot grote verontwaardiging van de SP en de ChristenUnie in de stad. De eigenaren van Hoogkatrijnen, Clepierre, verbood eerder al het collecteren in al zijn winkelcentra in binnen- en buitenland. En nu komt er dus ook een eind aan de kerstinzameling van de helsoldaten. De SP wil dat de gemeente actie onderneemt. Dit is wat ons betreft openbaar gebied. Een van de belangrijkste doorgaande straten van Utrecht. En daar zou je gewoon ten alle tijde doorheen moeten kunnen. Flyer, weet ik het, maar in ieder geval iets dergelijks als een liefdadigheidsactie van het Leger des Heils. Dat ze ieder jaar doen. Dat moet toch gewoon kunnen, belachelijke zaak. Ja, het verbod is een flinke domper voor het leger, dat soms wel 4000 euro ophaalde met de actie. Het lijkt erop dat de 57-jarige man die afgelopen zomer werd gevonden in zijn flat in Soest is gedood door zijn onderbuurman. Het Openbaar Ministerie heeft een verdachte in beeld voor deze moord aan de Weegbreestraat. Het lijkt erop dat de vermoedelijke dader in het buitenland zit. Het OM wil dit niet bevestigen. De Landelijke Studentenvakbond in Utrecht trekt aan de bel. De organisatie vindt het oneerlijk dat studenten die volgend jaar beginnen met studeren wel korting krijgen op hun collegegeld. Maar studenten die al aan de studie zijn begonnen krijgen geen korting. Volgens de vakbond vissen deze studenten vaker achter het net. Morgen wordt een petitie overhandigd aan de Tweede Kamer. De oude boogbrug over de Lek bij Vianen wordt geen monument. Verschillende partijen willen de brug behouden. En met een status als monument zal dat lukken. Maar het provinciebestuur wil dat niet, omdat een renovatie van de brug miljoenen zou kosten. 4 jaar geleden oordeelde de rechter ook al dat de brug gesloopt mag worden. En dat zal volgend jaar dan ook echt gebeuren. Deze auto in de Utrechtse wijk Overvecht is volledig uitgebrand vanochtend vroeg. Bewoners van de Venezuela-dreef werden wakker van harde knallen en zagen mensen wegrennen. De brandweer was snel ter plaatse. En toen het vuur geblust was, bleek dat de auto volledig was gestript. De deuren, stoelen en zelfs het dak waren gestolen. Leidse Rijn is jarig. De eerste paal van de grootste Phoenixwijk van Nederland ging 20 jaar geleden de grond in. Inmiddels wonen er zo'n 55.000 mensen. En dat zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Tijd om de balans eens op te maken. Is de Utrechtse Phoenixwijk nou een succes of niet? Eigenlijk is Leidse Rijn al veel ouder dan 20 jaar. De Romeinen waren de eerste bewoners van de wijk. Vanuit een fort op deze plek bewaakten ze de grens.
En lang nadat de Romeinen en veel later de tuinders dit gebied verlieten, kwamen er huizen. De stad Utrecht barstte uit zijn voegen, dus werd er een nieuwe wijk gebouwd. Een feestelijke gebeurtenis in Leidse Rijn. Vandaag zijn de sleutels voor het eerste nieuwbouwhuis uitgereikt door wethouder Rijkenberg van Ruimtelijke Ordening. Wouter de Heus was een van de eerste bezitters van zo'n gloednieuwe woning. Er was geen openbaar vervoer. Je auto zat elke week vast in de prut. Dan moest je er door een bouwer uitgetrokken worden. Er was geen winkel, helemaal niks. Heel veel stroomstoringen, waterleidingen die doorbraken, weet ik veel wat. Maar het was wel gezellig. En dat is het nog steeds, vindt Wouter. Toch krijgt Leidse Rijn vaak het verwijt dat het sfeerloos, lelijk en saai is, met te weinig voorzieningen. Onzin, vindt Wouter, er is juist genoeg te doen. Je hebt de ruimte en er zijn heel veel mooie plekken. Het is geweldig hier. We zitten in de Vlinderhof in het Maxima Park. Maxima Park is bij elkaar 300 hectare, waarvan 50 hectare echt park. Je kan heerlijk even een wandelingetje maken. Op 5 minuten van de machtig drukke Vinex. Leidse Rijn is in ieder geval erg in trek, beweert de Utrechtse wethouder Kees Geldof. Mensen staan te springen om hier een huis te kopen. Bijvoorbeeld appartementen Leidse Rijn Centrum. Dan ging er een blok woningen van 88 appartementen in de verkoop. En dat was 4 keer overtekend. Nou, dat laat even zien hoe populair het ook is. Het is natuurlijk ook een prachtig gebied. Het Maxima Park wat men heeft, de stad Utrecht. Eigenlijk heb je hier het beste van heel veel werelden. Maar als Leidse Rijn de komende 20 jaar net zo aantrekkelijk wil blijven, moet er nog wel een en ander gebeuren. Iedereen is hier begonnen met baby's. Dat zijn nu allemaal tieners. Wat moeten die? Daar is nog niks voor, hè? Ouderenvoorzieningen, hè? Er is hier geen verzorgingstehuis. Dus voor ouderen moet wat gebeuren. En hier en daar mag er nog wel wat aan de verkeersveiligheid verbeteren. Die busbanen, dat is echt een groot drama. Goede kans dat deze bewoner van het eerste uur alle ontwikkelingen van dichtbij zal meemaken. Want hij geniet graag nog eens 20 jaar van alles dat de grootste Vinex van Nederland te bieden heeft. Laten we zeggen, het is druk genoeg om geen dorp te zijn, maar het is dorps genoeg om geen drukke stad te zijn. Dat is het een beetje. De komende jaren moet Leidse Rijn nog behoorlijk groeien, want er worden nog zo'n 10.000 woningen bijgebouwd. De Utrechtse Barry Atsma, we kennen hem als acteur, maar hij blijkt ook een fantastische tennisser te zijn. Vandaag stond hij 5 uur lang op de baan voor het goede doel. Hier slaat hij een balletje tegen radio-dj Frank van der Lende. Atsma zamelt geld in voor Serious Request, een jaarlijkse donatiespectakel van 3FM. Het goede doel dit jaar is het herenigen van ouders en kinderen die elkaar door een ramp of oorlog zijn kwijtgeraakt. De Utrechtse acteur speelde vanmorgen tegen tennishelden als Robin Haase en Esther Vergeer. En hij bedacht de actie zelf. Alles wat we doen en als we met onze mindset proberen mensen te helpen, dat is al heel veel waard. En we kunnen niet anders dan ons best doen, toch? En ik probeer in ieder geval iets goeds te doen. Dus ik hoop dat iedereen thuis die dit ziet dat ook doet. Ja, en Barry heeft ruim €1100 bij elkaar gespeeld. De grote landelijke inzamelingsactie start op 18 december. En het glazen huis staat dit jaar in Apeldoorn. Kijk nog even naar het weer. Vanavond bewolkt maar droog. Het wordt zo'n 5 graden. Morgen blijft het bewolkt. Met een matige wind wordt het dan zo'n 8 graden. Tot zover deze Uur Nieuws. Maar blijf kijken, want na de reclame praten we met de veiligheidsregio Utrecht hier aan tafel over omstanders die een incident in de weg zitten, of de hulpdiensten in de weg zitten. We praten over de Sinterklaaskraker van Henk Westbroek samen met Tony Broni. En over voetbal met Gert Kruis. Tot zo, over 1 minuutje. Ja.